Art Night haakt ze in op een trend die in grote steden als Londen en Berlijn al plaatsvinden. Eén scherm, één projector en één avond vol videokunst. Een videoprogramma zoals je hebt kunnen zien met single screen werken, die dus op zich en alleen op zichzelf staan. En toen ik hier aan de academie studeerde en op de Vrije Academie terecht kwam, was er hier in Den Haag had je Filmstad. En dat werd toen geleid door een paar ook hele bevlogen film- en videokunstenaars. En die organiseerden videoavonden, eigenlijk als deze, want daar moest ik nu meteen aan denken, boven in het paard. Het is leuk en goed om te zien dat Charlotte met haar initiatief en energie deze traditie weer oppikt en nieuw leven inblaast. Nee, het was geweldig. Het is een van de beste fucking opening gallery art videokunst dingen die ik ooit van mijn leven heb gezien. Echt waar. Okay, welke vind je het goed? Die van mezelf. Welke is dat? De Lex Hoogedam. Die zag ik in de boven camouflage. Hey, hallo. Ja, ik vond het een leuke samenstelling van toch de opvolging van Wilde. Ze was interessant gekozen en volgens mij gaat het hartstikke goed. Hartstikke gezellig, knus. Gaat er iemand lekker, we doen er wat aan. Boven in camouflage, we zijn het zakje in je salvage. Gerenommeerd en gesaboteerd, je ging hier bom onder de sfeer. Rampen midden in de kringen weglopen, een rotavond waar we hebben weggenoten. Bewuste sabotage,